We maken een sprongetje naar uh, 2020. Want dat is het moment dat jij doorbreekt met het nummer Groter dan ik. En je breekt meteen gigantisch door. Hè? Vrouwtje is er, het is coronatijd, iedereen luistert, uh, luistert jouw muziek. Wat dacht je als vader? Nou, daar moesten we wel eventjes aan wennen, hoor. Ja. Ik heb wel altijd gedacht van, uh, volgens mij is dit heel goed, wat ja. zij maakt. En, uh... En uh, blijkbaar, achteraf gezien, heb ik, heb ik het goed ingeschat. Ja. Uh, maar goed, op het moment dat het gaat rollen in het begin is het wel spannend. Wat vond je spannend hè? Nou ja, uh, 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 de, de wereld waar ze in terecht kwam. En, en hoe, dat dan, uh, ja, hoe ze zich daar staan in houdt. Uh, maar dat doet ze geweldig. Ja. Ze, ze doet het gewoon vanzelf. En jij vond altijd wel dat ze, dat ze iets goeds maakte. Nou ja. heb ze drie keer op Rijders dus die, 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 die Song of the Year Award gewonnen... omdat ze dus hele mooie liedjes maakt. Ja. Had je dat ook altijd wel in de gaten? Nee, ja, ja, kijk, het grootste geschenk is, is de muziek zelf. Mm -hmm. En wat het dan vervolgens wordt, dat is een tweede. Ja. Uh, maar ja, ze heeft gewoon echt hele leuke fans die, ja. die haar op handen dragen en die, die ervoor zorgen dat ze hele mooie dingen kan doen. Ja. En ja, dat is fantastisch.